beetje datzelfde thematiek in Nederland, dat de publieke omroep links zou zijn. Wat mij op een punt brengt, dat moet ik nu vast even zeggen, anders vergeten we het gegarandeerd. Clary Polak is overleden. Ja. Ik wou nog even lovende woorden spreken over Clary Polak. Ik herinner mij mijn gesprekken van haar kant kritisch ondervragend met Clary Polak met het allergrootste genoegen. Het was een voortreffelijke kritische vragensteller. En dat was voor mij ook hartstikke leuk, waardoor je ook gedwongen wordt om even na te denken over en niet te vervallen in allerlei gemakkelijke automatismen. Dus alle hulde voor Clary Polak. Je hebt er vaak gezeten bij het voorloper van Nieuwsuur, Nova, hè? Dat heeft ze vaak gedaan. Ja. Daar was jij vaak de gast. Ja. Nou ja, ook in die tijd van laten we zeggen, die instortende toren. 9-11, ja. 9-11 en daarna. Zij heeft 5 jaar na 9-11, omdat ik bij 9-11 zoveel kritiek had gekregen. Omdat je te veel relativeerde, ik het, ja, was dat de kritiek. Ik het niet erg vond. Of niet, althans niet zo erg en bovendien niet dacht dat er hierop zou volgen een gruwelijke, eeuwenverslindende, grote wereldoorlog tussen het islamofascisme en de ongekende democratische waarden van het Westen. Dat zag ik allemaal niet zo. Ik heb ook op dat punt mijn idee vrij overtuigend gelijk gekregen. Maar 5 jaar nadien had Nova het leuke idee om mij nog eens te vragen wat ik nu van mijn eigen beoordeling vond. En dat gesprek deed Clary Polak. Dat deed ze fantastisch. En dat is natuurlijk nog ergens te zien. Dat kunnen we nog terugkrijgen. Ik denk wel. Ik bedoel, op het internet verdwijnt naar het schijnt nooit iets. Ja. Maar jij bent bij jezelf de standpunt gebleven. Dat heb je ook vaak uitgelegd. Ja, leg ik dan nog een keer uit aan Clary Polak. En zij is heel kritisch. En komt met een aantal sterke vragen natuurlijk. Omdat ik, dat is een terecht bezwaar tegen mijn oordeel. Ik had niet eens zien aankomen hoe ongelooflijk stom de Amerikanen zouden reageren op 9-11. Door de inval in Irak en Afghanistan. Ja, en het waren waar ze zelf natuurlijk enorm de vingers gebrand hebben. Voor zover een wereldmogendheid zijn vingers kan branden. Ja, ja, dat had ik niet aan zien komen. Krijg je Irak, ik bedoel, hoe stom kun je worden? Maar dat was natuurlijk ook niet de vraag aan jou van hoe gaat Amerika hier nou op reageren, toch? Het was vooral het was het idee van die wereldoorlog en die titanenstrijd die zich zou ontwikkelen in de loop. Dat dit conflict de hele 21ste eeuw zou domineren. Ja, dat is er niet van gekomen, laten we het zo zeggen. Ja, bij mij historicus Maarten van Rossum. Welkom. Destijds 5 jaar geleden ook studiogast, toen in een uitzending van de gezamenlijke omroepen over de aanslagen op het WTC en het Pentagon. Daar gaan we even naar een stukje kijken. Maar wat vindt u dan van de analyse die op dit moment ook op geld doet, dat er nu een nieuw tijdperk begint? Ik sta zeer achterdochtig ten opzichte van observatie dat er juist vandaag, gisteren, deze week nog een nieuw tijdperk is begonnen. Want dat tijdperk hebben we al een hele tijd. Namelijk dat terroristische aanslagen altijd en overal mogelijk zijn. Met name wanneer er sprake is van suïcidale uitvoerenden. Want dan kun je je van alles en nog wat permitteren. Maar goed, er wordt juist nu ook een feit beetje gedaan alsof dit de eerste terroristische aanslag is. Maar dat is de schaal is enorm en de effecten zijn enorm. Maar we hebben natuurlijk reeksen van terroristische aanslagen. Wij houden erg van relativeren, maar het begint ons nu te erg te worden, geloof ik. Want kijk, het is toch zo dat ook bij vliegtuigkapingen... U wilt een nieuw tijdperk laten beginnen. Nou, dat is begonnen, want vliegtuigkapingen in de jaren 80, 70, 80... die hadden ook vrij snel navolging overal over de wereld bij andere groeperingen. Die vonden dat wel een aantrekkelijke manier om hun eisen voor elkaar te krijgen. U denkt dat dit een sterke voorbeeldfunctie zal hebben? Dat zou kunnen. Nou, blijkbaar zijn er fanatici genoeg in de wereld. Dat sluit ik niet uit. Dan rij je nog vandaag in Rotterdam langs een gebouw waarbij je kijkt omhoog naar zo'n glazen toren en je ziet het vliegtuig erin knallen. Ja, dat was 5 jaar geleden. Ze waren boos, hè, over dat gerelateerd. Ja, ze waren ontzaglijk verontwaardigd. Maar goed, als je nu achteraf 5 jaar later, met alles wat er sindsdien toch ook gebeurd is, toch niet ietsje overdreven gebagatelliseerd en gerelativeerd? Nee. Integendeel, ik had het nog veel scherper aan moeten zetten. Want wat we niet gezien hebben is dat Hagens zei dat de Derde Wereldoorlog was begonnen. En dat toch de suggestie werd gewekt dat dit niet een incident zou zijn, maar dat in feite in de grote steden van het Westen wij aanhoudend met dit soort verschijnselen te maken zouden krijgen. En
Ik herinner mij dat aanvankelijk Wim Kok, toen nog minister-president, eigenlijk vrij terughoudend was. Maar bij de algemene beschouwingen plotseling op sonore toon zei: Nederland is in oorlog. Ja. En het waren dat soort van geluiden die naar mijn idee volstrekt onjuist waren. Die de mensen ook allerlei angst hebben aangejaagd waar helemaal geen enkele reden voor was. En de hele zaak is naar mijn idee op nutteloze wijze opgeblazen. Maar goed, als je het een incident noemt, dan eigenlijk ga je er dan vanuit dat, dat de wereld niet veranderd is. Dat ook dat de wereld hetzelfde zou zijn geweest als dat incident niet had plaatsgevonden. Kijk, dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, zelfs als ik mijn neus snuit, verandert de wereld dan een klein beetje door. Dat is nu eenmaal zo. Maar daar hebben wij geen last van. Op lange termijn kan dat enorme effecten hebben als ik het kippenvirus heb. Maar het gaat nu om de vraag hoezeer de wereld... Natuurlijk is de wereld enigszins veranderd door deze gebeurtenissen. En zelfs meer moet ik toegeven dan ik toen dacht. Maar dat ligt vooral aan het feit dat de Amerikaanse regering deze zaak gebruikt heeft, misbruikt heeft, mogen we rustig zeggen, om een omvangrijke oorlog in het Midden-Oosten te beginnen tegen Saddam Hussein, die zogenaamd mede verantwoordelijk zou zijn of verantwoordelijk zou zijn, terwijl dat natuurlijk allemaal gelogen was en levensgevaarlijke propaganda bleek te zijn. Maar goed, hoe je het went of keert, hoe dat ook komt, maar het heeft dus tot gevolg gehad dat we het Westen Afghanistan binnen zijn gevallen, dat we daar nu nog zitten, dat we Irak zijn binnengevallen, dat we daar nu nog zitten. Nee. Afghanistan akkoord. Want daar was Bin Laden en daar waren de Taliban niet. Daar was een legitieme reden om iets te doen. Maar in feite was het zo dat bij Irak een heel andere politieke agenda in feite op cynische wijze binnengesmokkeld is achter de rug van de aanslag van 9-11. En dat is natuurlijk met alle mogelijke dingen gebeurd, omdat deze Amerikaanse regering vanaf het allereerste moment, daar zijn hele goede getuigenissen voor, begrepen heeft dat dit een unieke mogelijkheid was om een hele politieke agenda die anders niet realiseerbaar zou zijn geweest, nu wel te realiseren. We zien nu trouwens ook, ook weer in dit filmpje, de dramatische effecten van deze agenda, die namelijk tot de meest afschuwelijke, onbeschrijfelijke ellende heeft geleid. Maar betekent dat dan ook dat in uw ogen het anders zou zijn gelopen, dus dat de gevolgen, noem ik het toch nog maar even, wat er na 11 september is gebeurd, anders zou zijn gelopen als daar Clinton of Gore hadden gezeten in de regering? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat bij een presidentschap van Gore, wel ik dat natuurlijk absoluut niet zeker weet, dat blijft gissen. Maar ik denk niet dat die een oorlog tegen Irak zouden zijn begonnen. En heel veel ellende is in feite het gevolg van de oorlog tegen Irak en de effecten die die oorlog tot op heden gehad heeft. De destabilisering van het Midden-Oosten, de veranderde positie van Iran. En natuurlijk het immense cynisme wat die oorlog in Amerika heeft veroorzaakt nadat gebleken was dat natuurlijk over de zogenaamde redenen voor die oorlog systematisch gelogen is door de eigen regering. Ja. Ik geloof dat zelfs nu Balkenende erachter is. Ja. Dat het niet helemaal in orde is met die ooit gegeven motieven. Niettemin zijn wij nu verwikkeld in een soort van oorlog tegen terreur. Al was het maar omdat het een zelfverklaarde oorlog is. Het is een zelfverklaarde oorlog waaraan wij meedoen. Dat is het hele probleem. Vanaf het allereerste moment, en de Amerikanen zijn daarmee begonnen, met name de president, is dit gedefinieerd als een oorlog in een minder meer traditionele zin van dat woord. En de Amerikanen hebben natuurlijk overal grootschalig militair geweld gebruikt. Overigens met geen enkel effect, behalve dat het jihadisme daardoor is toegenomen. En het is ook zaak dat wij ook constateren dat wij geen oorlog voeren. Nederland is niet in oorlog. Of want in oorlog ben je met een land. Ja, bijvoorbeeld. En bovendien, wat we al doen, als we al iets doen in Afghanistan, wil ik dat geen oorlog noemen, maar dat zijn trouwens opbouwwerkzaamheden, mag ik daar even op wijzen. Ja. Dat schijnt juist helemaal vooral geen oorlog genoemd te mogen worden. Het is juist het sociaal werk wat wij daar doen, wat van zo'n een immense betekenis is. Maar u kunt toch niet volhouden dat er sinds 11 september geen enkele dreiging meer is geweest in de wereld van terrorisme. We hebben verschillende aanslagen gehad. Londen, Madrid. Ja, maar mag ik erop wijzen dat heel andere aanslagen waren dan deze, die we nu gedenken vandaag. Deze was een aanslag die in principe georganiseerd was door Al-Qaeda, een organisatie onder leiding van Osama Bin Laden. Wat we sinds die tijd hebben gezien is dat jihadisten, meestal van lokaal allooi en lokaal opgegroeid en gekweekt, een heel ander soort van actie hebben gevoerd, waarbij met name in een soort van actieve huisvlijt bommen veroorzaakt worden, die overigens
heel verschrikkelijk en onaangenaam. Maar waarbij Bin Laden de Messias was. Ja, maar daar heeft dus Bin Laden is daar niet meer de leider van een organisatie, maar die is in feite de symbolische heiland van een wereldwijde jihadistische beweging geworden. En nu wil ik ook nog claimen dat het allemaal heel erg is wat in Londen is gebeurd en wat in Madrid is gebeurd en wat op Bali is gebeurd, zonder twijfel. Maar het is op geen enkele wijze is het een bedreiging voor de coherentie en de continuïteit van ons type van samenleving. Dat hadden we ook heel goed kunnen weten. Dan waren we ook niet gevallen voor al die hysterie, omdat natuurlijk allerlei landen, Frankrijk, Engeland, Spanje, hebben al decennia te maken met terroristische activiteiten. Maar is het niet alleen al een bedreiging van de coherentie van onze samenleving, omdat wij er zo op reageren? Ja, dat kunt u rustig zeggen. Dat dus de grootste bedreiging zijn wij zelf, en namelijk de hysterie die wij gekweekt hebben, die trouwens door de Amerikaanse presidentenregering wel bewust gekweekt is. We hebben een heel patroon van systematische bankmakerij gehad in de afgelopen jaren, om natuurlijk de macht van de president met name te vergroten en de mogelijkheden van die Amerikaanse regering ook te vergroten. Niettemin, zoals het gelopen is, zoals de Amerikaanse politiek nu nog in elkaar zit, zoals wij in het Westen nog steeds met de Amerikaanse politiek meelopen, ons daaraan spiegelen, kunnen we nog terug? Ik denk dat we nog steeds terug kunnen. Wij zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen dat we ons bedacht hebben, dat de hele wijze waarop Nederland zich geëncarneerd heeft met de oorlog tegen het terrorisme, zoals gedefinieerd door de Amerikanen, met alles wat daaraan vastzit op het punt van de Geneefse conventies, Abu Ghraib, de geheime gevangenissen, de hele bliksemse boel, dat we daar ons simpelweg niet mee willen inlaten. Maar dat zullen we niet doen. Jammer genoeg niet. De Nederlandse regering heeft daar bijvoorbeeld anders dan de Belgische een volstrekt verkeerde keus gemaakt. En overigens tot op heden in de volksvertegenwoordiging niet duidelijk gemaakt waarom die keuze gemaakt is. Dan is de vraag, hoe lang gaat dit nog duren, deze angst die we onszelf steeds weer aanpraten. Ja, we moeten enorm oppassen dat we ons niet banger laten maken dan noodzakelijk is. En dat niet willekeurige personen, je ziet dat nog wel eens op het scherm, dat iemand in Coevorden zegt, ja, ik ben zo bang voor terrorisme. Wordt uw verhaal niet anders als er morgen inderdaad hier een terreuraanslag wordt? Nee, helemaal niet. Ten eerste zou dat waarschijnlijk een vrij kleinschalige aanslag zijn. En wat ik er zo van heb gezien tot op heden, maken de jihadisten op mij een weinig competente indruk. Ik hoop niet dat ik u nog een keer aan uw woorden hoef te herinneren, overigens. Nou, zelfs als een aanslag zou plaatsvinden, dan lijkt mij nog steeds mijn betoog recht overeind te staan. Het gaat namelijk om de cohesie en de continuïteit van ons type van samenleving. Dat wordt meer bedreigd door datgene wat de Amerikaanse regering heeft gedaan sinds 11 september, dan door de jihadisten. Dank voor uw komst. Maar je moest dus aan Clary Polak denken toen je het had over de linkse publieke omroep. Want dat is natuurlijk precies. Want op een goed moment moest zij bij Nova verdwijnen. Want anders maakte een te linkse indruk. Ze was helemaal niet links, ze was kritisch. Maar je weet dat bij rechts nooit iemand kritisch is. Ja, op wat zij denken dat links is. Maar nooit op zichzelf. Dat is het zwakke punt van rechts natuurlijk. Dat het niet zelf kritisch is. En daardoor eigenlijk altijd rondwaalt in een moeras van onzin. Ja. Ja, 67 jaar maar dus geworden. Dus leven Clary Polak. Ja, heel jong gestorven, hè, 67. Ja, voor een Nederlandse vrouw natuurlijk is dat 67 gewoon hartstikke jong. Ja, ze was een langere tijd ziek, begreep ik. Dat de gemiddelde Nederlandse vrouw al boven de 80 zit. Mm. Ze bleek al heel lang ziek te zijn en niemand wist dat. Ja, en ze deed een programma op in het weekend volgens mij, hè? Ja, dat was van dat programma van Human. Dat was, hoe heet het, het filosofisch kwartet of quintet, dat ben ik nou even kwijt. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik dat een onbeschrijfelijk melig programma vond. Maar alle hulde voor Clary Polak bij alle gelegenheden dat ze mij kritisch ondervraagd heeft. Ja, dat was ook een beetje de afdronk wel in de andere media van andere journalisten. Radio deed ze het liefst, begreep ik. Ja, heel begrijpelijk. Omdat radio in allerlei opzichten natuurlijk dat hele probleem van de televisie en de charismatische presentator, nietwaar? De man die alles bij elkaar houdt. Het genie wat we een miljoen moeten betalen om doodsimpele gesprekjes te voeren. Dat ontbreekt bij de radio. Die lui die zijn daar niet zo op zo'n enorm irritante manier over het paard getild. Nee. En ze heeft ook vaak kritiek op haar uiterlijk gekregen, hè, Polak? Ja, dat begreep ik uit een gesprekje wat ik ergens zag, hoorde. Ja, dat is allemaal volstrekt nonsens. Ja. Je weet toch dat ook nog eens een keer een prima nieuwslezeres ontslagen is omdat ze te oud werd. Ik ben al vergeten hoe ze heette, maar
Dat je ook denkt, wat een wonderlijke regels houden ze er in Wilversum op na. Nou ja, het zij zo. Ze heeft in ieder geval ook vaak, of ze heeft in ieder geval de Sonja Barend Award gekregen voor een interview. Tweemaal zelfs, begreep ik. Ja, één keer voor een interview met iemand van de DSB-bank, begreep ik. Dirk Scheringa, ja, dat is ook alweer langzaam een duister verleden geworden. Nou, het was een andere. Oh. Maar in ieder geval heeft ze daar bij Nova een prijs voor gekregen. Nou ja, ze was een meester in het cool kritische vragen stellen. Ja. Ja, dat kon ze erg goed. Ja. Zeker. Waren daar meer van dit soort van presentatoren natuurlijk.